Ja, dank. De heer Omtzigt. Voorzitter, um, uh, ik snap uh, de lastigheid, en die gaf uh, collega Timmermans net ook al aan. Maar er zit wel één probleem: we hebben verkiezingen op 6 juni. En op het moment dat je in het kieshokje staat, wil je eigenlijk weten of alle kandidaten die je hebben staan, of we daarvan redelijkerwijs kunnen vermoeden dat ze um, vrij zijn van um, omkopen en buitenlandse invloeden. Hoe kan de kiezer in Nederland zich vergewissen dat hij in ieder geval op 6 juni een stembiljet invult. waarvan hij uh, weet dat er geen kennis zit, dat er mensen zijn die geld aangenomen hebben? Eigenlijk moet u die zekerheid ontlenen aan datgene wat ik zojuist ook tegen de heer Wilders heb gezegd: namelijk, als uh, uw Kamer moet ervan uit kunnen gaan en ook uh, de Nederlandse samenleving moet ervan uit kunnen gaan, dat we de diensten. Uh, die we hiervoor hebben, de AIVD, de MIVD, dat u hun bevoegdheden zullen inzetten die ze krachtens de wet hebben gekregen, als daartoe aanleiding bestaat. En dat de diensten het hele handelingsrepertoire zullen inzetten als daartoe aanleiding bestaat. En dat het kabinet de stap zet tot vervolging als daartoe aanleiding bestaat. Dat vertrouwen uh, moet de samenleving hebben en uw Kamer ziet daarop toe. Weliswaar in de Commissie Inlichting en Veiligheidsdiensten, omdat er geen andere mogelijkheid is voor parlementaire controle dan in de Commissie voor Inlichting en Veiligheidsdiensten. Dat betekent dus ook dat het hele handelingsrepertoire van het doen van een mededeling, van het voeren van een waarschuwingsgesprek, van het stappen naar het Openbaar Ministerie, maar ook van het derubiceren, dus openbaren van informatie, dat het hele handelingsrepertoire zal worden ingezet als dat kan en, en zodra het kan. Dat was de vraag van de heer Timmermans, terecht. Daarmee. Kan ik niet zeggen of dat moment uh, überhaupt aanbreekt? Daarmee kan ik niet zeggen of dat moment voor de verkiezingen aanbreekt. Dat kan ik niet zeggen. Waarom niet? Omdat we uh, namelijk het werk van de inlichtingendiensten uh, uh, in, uh, in de ge onder geheimhouding moeten laten plaatsvinden. En uh, kan die geheimhouding dan niet op enig moment worden doorbroken? Nou, niet ten aanzien van de bronbescherming, niet ten aanzien van de werkwijze, niet ten aanzien van de actuele kennis van de dienst, uh, maar wel om. Ja, een van die mogelijkheden, een van die handelingsmogelijkheden die ik zojuist schets, te activeren. Uh, ik kan alleen niet voorspellen wanneer het moment daar is. Uh, en dat, dat beperkt ons enigszins in de mogelijkheden. Dus waar onze zoektocht, onze gezamenlijke zoektocht naar uit moet gaan, is volgens mij, hebben de diensten alle mogelijkheden die ze no nodig hebben? En vervolgens, hebben wij dan ook het handelingsrepertoire, wij als kabinet, maar u ook als Kamer, hebben wij dan het handelingsrepertoire uh, dat nodig is om adequaat op de uitkomsten van onderzoek van de inlichtingendiensten te kunnen reageren? Voorzitter, dit voelt heel ongemakkelijk. De uh, Tsjechische inlichtingendienst BIS zegt zelf op haar website geld dat Moskou's ook gebruikt om enkele politieke exponenten te betalen om Russische propaganda te verspreiden. En de rest van het bericht, de context, zijn de Europese verkiezingen. Het is niet duidelijk of politieke exponenten gaat om kandidaten, om huidige uh, parlementsleden of wat dan ook. Maar er hangt nu een zweem... Die bewust daar neergezet is door de Tsjechische geheime diensten, zelfs zonder de lekken naar de pers, dat er omgekocht is. En het is toch zeer wenselijk om voor 6 juni ervoor te zorgen dat kiezers weten of ze, of ze het risico lopen om iemand te stemmen die wellicht omgekocht is. En dat willen we niet of niet. En hoe gaat de regering ervoor zorgen dat we. He, terwijl de regering deze informatie mogelijk heeft, weten we ook niet zeker, dat dat niet zo is, hoe gaat ze ervoor zorgen dat we, als wij op 6 juni um, in het stemhokje staan, we naar beste weten kunnen zeggen de kandidaat op wie je stemt, daar lopen geen verdenkingen tegen. En dat gaan we u niet per ongeluk op 10 juni duidelijk maken zodat u spijt hebt van uw stem en u vijf jaar lang de verkeerde gekozen heeft. Kijk, ik snap het ongemak en ik snap ook echt uw vragen. En u bent daarin niet alleen, er zijn meer eh, collega's die ook deze vraag hebben gesteld. Maar ik hoop dat u ook hoort wat ik daar tegenover stel. Namelijk, als wij de diensten hun werk willen laten doen. Als wij willen voorkomen dat we de diensten voor de voeten lopen. Als wij willen voorkomen, ook dat we, ja, ik zou bijna willen zeggen, contra legem handelen. He, dus het werk van de, de dienst eh, ten dienste van onze nationale veiligheid moet ook echt onder geheimhouding plaats kunnen vinden. U kunt mij eigenlijk niet vragen om dat te doorbreken, want dat zou betekenen dat ik aan het hoofd van de AIVD moet vragen of hij tegen, tegen de wet in zou willen handelen, die u zelf hier heeft vastgesteld. Dat is best een gekke vraag natuurlijk. Dus wij kunnen niet doorbreken wat we nu juist als wetgever ook hebben vastgelegd, en met een goede reden. Namelijk, de nationale veiligheid is, is gediend en gebaat bij een dienst die in, onder geheimhouding zijn werk kan doen. En dat mogen we nooit willen doorbreken. Is het van belang dat op enig moment de samenleving weet ook. Uh, uh, als er sprake zou kunnen zijn van omkoping, om wie dat gaat en wat er aan de hand is, natuurlijk is dat zo. Alleen wel in de goede volgorde. En als we daar iets van gaan maken van, we moeten nu een dienst onder druk zetten om alles wat ze nu weten op tafel te gooien, is dat en contra Dat is echt gewoon tegen de wet die u zelf heeft vastgesteld. En ook onverstandig als het gaat om, over onze nationale veiligheid. Gesteld dat, even in puur uh, hypothetische zin, gesteld dat er een signaal is dat moet worden onderzocht van iemand en dat is nog een heel zwak signaal en dat dat is nog helemaal niet goed genoeg onderzocht en dat signaal zou je openbaar maken weet je zeker dat je daarna nooit meer uit die hoek dat signaal zult krijgen en weet je ook zeker dat je er eigenlijk niks mee kunt in het vervolg want ja vroegtijdig openbaar geworden dus u moet niet willen dat we inlichting en veiligheidsdiensten pressen tot openbaarheid pressen tot openbaarheid is eigenlijk zeggen Maakt ons niet uit of het effectief is wat je doet, maar we willen het gewoon nu weten. Dat kan gewoon niet. Voorzitter, in normale omstandigheden snap ik dit heel erg goed. In normale omstandigheden is het echt gewenst dat veiligheidsdiensten in hun eigen tempo hun eigen werk doen. En dat weten ze heel verstandig. Alleen hier zit een verkiezing. En het gaat mij om de integriteit van de Europese verkiezingen. Als er op dit moment. Reden bij de veiligheidsdiensten en dus bij de regering die je kennis van heeft kunnen nemen, is om aan te nemen dat die integriteit niet gegarandeerd is, dan vind ik dat er voor 6 juni extra actie ondernomen moet worden. Als dat niet het geval is, zou ik zeggen, doe rustig aan en probeer dat mee te delen. Maar hoe kunnen wij weten dat we niet ergens in juni of juli, na de verkiezingen, verteld wordt van ja, de integriteit was in het geding, u heeft verkiezingen gehouden. Maar eigenlijk moet u nu naar de stembus, omdat één of twee kandidaten niet, uh, omdat we toen al wisten dat ze beïnvloed werden en zodanig beïnvloed werden dat ze eigenlijk geen kandidaat hadden moeten zijn. Dat probeer ik te voorkomen. En wat doet de regering om dat scenario te voorkomen? Nou, ik licht u toe dat de AIVD, uh, en dat vertrouwen mogen we in de AIVD hebben, de bevoegdheden die zij heeft, zal en kan gebruiken. Er staat nergens in de bevoegdheden van de AIVD, die mag, u alleen maar, of die mag u voor bepaalde beroepsgroepen niet inzetten. Dus voor de bevoegdheden die de AIVD zijn toegekend, die kunnen ze ook inzetten tegen parlementariërs, waar tegen, waar tegen, waar, waarbij signalen binnenkomen over onoorbaar gedrag of, of, of heimelijke beïnvloeding of wat dan ook. Dus de AIVD kan en zal die bevoegdheden ook inzetten die men heeft. De AIVD kan en zal ook alle handelingsmogelijkheden benutten die de AIVD ter beschikking zijn gesteld. En als daar aanleiding toe bestaat, ja, dan is openbaarmaking dus ook één van die handelingsmogelijkheden. Is de stap naar, de naar het OM en naar strafrechtelijke vervolging is één van die handelingsmogelijkheden. En wat, wat kan de regering doen? Zorgen dat we de dienst daartoe in staat stellen. En ik denk dat de slechtste dienst die wij de dienst zouden kunnen bewijzen, is hen nu voor de voeten lopen met pressen op openbaarmaking. Wat we moeten doen, juist in het belang van onze nationale veiligheid, is hen hun werk laten doen. Op grond van de bevoegdheden die ze hebben meegekregen, op grond van de wettelijke taak die ze van ons hebben meegekregen. En hen uitnodigen om alle handelingsmogelijkheden te benutten die de dienst ter beschikking staan. En dat is het beste wat we op dit moment kunnen doen. Ik kom straks weer terug, zegt de heer Omzicht. De Bondbal. Ja, voor daarop doorgaand en dit debatje